calm, don't start no trouble with me. Assalamu alaikum mensen en welkom bij alweer een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en ik dacht bij mezelf van weet je wat? Ik ben opgestaan, ik heb gewoon zin om lekker te vloggen, om er een leuke dagje van te maken. Dus dat gaan we ook doen. Mensen, ik draag echt de meest bizarre kledingcombinaties. Mij moet je niet vragen over hoe je moet kleden of weet ik veel wat, want ik kan mijzelf niet kleden. Ik kan mijzelf, als je ziet dat ik er goed uitzie, dat betekent dat iemand anders die kleren voor mij heeft uitgekozen. 9 van de 10 keer, ik heb er geen verstand van. Kijk, je ziet hier gewoon mijn Adidas truitje, wat trouwens hele goede kwaliteit is. Ik heb deze trui al jaren, maar in ieder geval Adidas trui. En kijk wat ik eronder draag. Nike broek. Ja, ik word niet gesponsord door jullie Nike of Adidas. Dus zodra de een van de twee mij begint te sponsoren, ja, dan gaat een van de twee weg. Dus het is een strijd tussen jullie, man. We gaan nu eventjes, ik ga even broeder van mijn moeder ophalen. Even ontbijten. En dan gaan we richting Rotterdam. Want daar is weer de sale. Exclusive private sales. Ik doe er al jaren met plezier. Doe ik daar reclame voor. Want ik doe niet reclame. Maar ik mag elke keer ook iets weggeven. Dus het kan zo zijn dat als je dit hebt, als je dit checkt, dat ik jou een keertje 100 euro shoptegoed of iets heb gegeven. Dus dat vind ik tof, weet je. Als je iets, kijk, reclame zo maken en jij krijgt dan geld is anders dan wanneer jij ook nog wat mag weggeven en ook nog iets mag doen voor de mensen die uiteindelijk naar die reclame moeten kijken. Dus daardoor vind ik dit soort dingen vind ik altijd tof en ben ik altijd met hun gewoon, ja toch, we keep it loyal. Ik zie het niet eens als zaak of wat dan ook, het is gewoon family. Dus daarom gaan we daar zo meteen naartoe. Rotterdam, here we go. Laat de dag maar beginnen. En ik zeg, volg. 30 maart, zaterdag 31 maart, zondag 1 april en maandag 2 april naar Rotterdam Ahoy. Van Merkels, D-Squared, Lacoste, Gastra, Stone... Lacoste? Lacoste, papa! Jawel, man. Exclusive private sales met merken zoals... Nou, daar ben ik dus onderweg naartoe zo meteen. Exclusive private sale. Elke keer geef ik wel een weggeefactie weg. Dus mocht je te laat zijn, er komen nog heel veel andere aan. In Eindhoven, in Amsterdam, Rijswijk, Rotterdam Ahoy, Utrecht. Heel veel plaatsen in ieder geval. Geloof me, maak je geen zorgen. We komen je city langs en je ziet het. Dikke kleren hebben ze hier. Komt er die momentjes, jongens? Ja. Natuurlijk, hier zo, wanneer je Rotterdam bent. Dan moet je sowieso langs deze man gaan. Supertoes! The one and only. Hoe gaat het met jou? Met mij wel goed, maar met jouw camera nog steeds niet. Nee man, rest in peace man, nog steeds. De boy is... Eerlijk gezegd, je ziet er goed uit, maar ik zat toevallig laatst, zat ik een clip te kijken. Ja. Volgens mij van Appa was dat. Een oude clipje, en een Maghrebi. Daar was je wel wat puffier. Ja, puffier. Je had meer babygezichtje. Ik had last van mijn meniscus. Dus ik heb een beetje weinig getraind in die tijd. Ja. Dus daarom dacht ik, ga Appa dit stuntjes laten doen, maar de trucjes. Ik jou altijd dik noem, ga je nu bij mij zeggen. Nee, gewoon even laten zien. Terug in de tijd, om mij zeg maar extra... Het was gewoon toevallig. Ik laat wel even zien wat ik daarmee bedoel. Met jou gaat goed, maar met deze man gaat het beter. Ah, je ziet er goed uit, man. We gaan voetballen. Gaat wel lekker. Ja toch? Mooi zo. Barendrecht, geef een mooie boodschap aan de mensen die kijken. Is goed. Yes. Ja? Mooie boodschap? Ja. Ik ga het hebben over speciaal iemand. Iemand die niet allemaal dingen verdraait en mooier maakt dan dat het is. Een van de realste personen die ik ken. En die geen gekke dingen doet in zijn vlog om maar op te vallen. Het enige wat hij doet is zichzelf zijn. Ik heb het over Mehmet Oppan. Is wel, we geven elkaar altijd liefde als we in beeld zijn. Eigenlijk moeten we elkaar een keer uitschelden. Misschien levert dat views op. Nee man, dan hoeft het niet. Dan mogen ze de views bij zich houden. Trut. Trut. Ik mag geen erge dingen zeggen. Trut is zeg maar de ergste wat ik zeg. Zeg iets. Link Michel. Wat? Als we naar Where the Bay. SPW. Maat. Wat krijg je in de
Maat, maat, ik ben je maat niet. Wat wil je nou horen, Isa? Huh? Ik heb eens gewerkt. Oké, okay, is goed, ik ga al weg, ja? Zo, nergens meer welkom. Jongen, jongen, jongen. Zoals bij eigen kapper ben je niet eens meer welkom. Niet meer komen, niet meer komen naar hier zo. Boycotten. Nee, welkom mensen. Zeg jij? Ach, ach, ach mensen. Even de tank weer volgooien. Je moet ook weer... Hallo, 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 hallo. Ik hoop dat ik iemand raak. Jongen, jongen, jongen. De jeugd van tegenwoordig. Maar het is lekker de laatste tijd mensen. Het wordt steeds later wordt het donker. Dus... geniet ervan mensen, lekker buiten spelen, lekker buiten voetballen, gezonde dingen doen. En niet zoals ons, de hele dag zitten, niks doen. Maar er gaat ook verandering aan in komen mensen, geloof me. Stop maat, eigenlijk. Zonder je hebt hem. Hola, ik had hem. Mee hebt. Hola, Chopper Nations. Je hebt het toch aan mij gegeven? Kijk die gambas hoe ze hebben afgemaakt. Huh? Voor eten. Wist je nog die we hadden gekregen? Was oh ja, hey, had je gezien die stukje van, in de vlog? Nonne. Had je dat niet gezien? Je hebt toch net de vlog gekeken? Ik heb de vlog gekeken. Heb je niet een stukje van hem gezien? Nee, ik heb hem niet afgemaakt. Misschien was hij aan het einde. Nee, dat heb ik niet. Waarom maak ik hem niet af dan? Omdat ik hier zo zou eten met jullie. Oh, oké, okay, dat is een goede excuus. Wat vlog? Ik weet niet. Was jij niet? Ik heb het voelsje erin gedaan. Nee. Waarom heb je dit dan wel gekregen? Moet niet. Ik weet niet hoe lekker ik heb. Jij kijkt altijd zijn vlog toch? Nee, nee, ik ging kijken, maar ik heb niet afgemaakt. Omdat ik kijk. Ja, goed, ik kijk alleen als ik zelf erin speel. Als je zelf erin speel, hij doet alsof hij een acteur. Acteur? Die een acteur is, die gozer. Hey, oei. Ik heb hem gedaan. Wat is dit? Gewoon 3 seconden regel. Niet hem geven. Ik ga zeggen. Deze broer van de moeder. Hij had de hele zak snoep. Hij laat alles vallen. Oei, oei, oei. En hij gaat weer nieuwe pakken. We hebben net mensen een hele visschotel gegeten, patat en allerlei dingen. En deze man houdt gewoon nog een grote nacho met kaas en guacamole, wat is dat? Salsa. De salsa. Nee, jij bent niet Barkie, neef. Gozer. Hey, broeder van de moeder, heb je weer een nieuwe zak snoep? Wat je dorp. En dat ga je helemaal alleen opeten? Hoeveel gram had ik mevrouw? 188. Oh, oké. Okay. Schade. Hey, hallo, hallo. Talen. Wat hebben we? Het is probleem met 14 euro betalen. Maar daar hebben we dit voor. Kijk eens. Kijk, het gaat opeens verdwijnen. Hey, jij bent er ook nog voor de gezelligheid. Het is de volgende dag, mensen. Inderdaad, ja. Tweede paasdag. Je zou denken van tweede paasdag. Iedereen is vrij. Ik niet. Letterlijk. Kantoor is leeg. Het is super leeg. 50 euro giveaway is gisteren weggegeven in de livestream. Dus mocht je het niet gevolgd hebben. De livestream laat ik altijd online staan op mijn YouTube kanaal. Ik twijfelde altijd van, moet ik het offline halen? Moet ik het online laten? Laat even in de reacties achter wat jullie er zelf van vinden. Ik denk dat het gewoon leuk is om online te laten. Ik bedoel, niemand die het stoort of iets. Meestal knip ik er nog iets uit, maar gisteren ging het niet echt lekker. Je weet toch, nee, ging niet lekker. Om nog even op een serieus iets aan te komen. Vandaag is de verjaardag van Abdelhak Nouri. Ik had er nog een post geplaatst over op mijn Insta. Omdat ik heel veel mensen zag dat hij jarig was en hem feliciteren en dat soort dingen. En ik vind het echt een dag waarin we een beetje, waarin we zeg maar extra herinnerd worden om een dua voor hem te doen. Een smeekbede voor de mensen die niet weten wat het is, een smeekbede. Waarin we gewoon in ieder geval zijn familie en hem het allerbeste toewensen. Weet je, mogen ook Allah subhanahu wa ta'ala hem genezen en zijn familie kracht geven. En inshallah zal alles goed komen. En ja, ik bedoel, zo'n goede jongen met zo'n mooie toekomst. Laten we gewoon hopen dat het beste hieruit gaat komen. En dat het allemaal goed gaat komen met die familie en met Abdelhak Nouri zelf. Dus daarom dit einde. Ciao.
Doei.